Nou, we hebben meldingen van overlast bij de gemeente, bij het meld- en steunpunt woonoverlast. De politie heeft ook meldingen van overlast. En wat wij nu doen is de adressen die de politie heeft en onze adressen van de gemeente, die gaan we vergelijken, kijken wat er speelt, zodat we veel gerichter en ook sneller door kunnen pakken. Was de situatie dan zo ernstig? Helaas is er wel behoorlijk wat overlast in Den Haag. En dat is zowel door zeg maar, buren, gerucht, buren, lawaai, dat soort overlast. Maar ook over bewoning. Hè. Dus te veel mensen op een adres, te veel matrassen, waardoor de buurt gaat klagen. Ja, er is dus echt sprake van overlast. En ik ben blij dat we met dit convenant samen met de politie nog sneller en gerichter in kunnen grijpen. In eerste instantie wordt er alleen samengewerkt met bureau Zuiderpark. Maar waarom nou juist daar? Zuiderpark is wel vergelijkbaar met de situatie op een aantal andere plekken. Met name om het zo maar te noemen de kwetsbare wijken. Waar vaak bijvoorbeeld mensen uit Polen, Bulgarije gehuisvest worden. Waar dus ook vaak sprake is van wietplantages en dat soort zaken. Daar speelt het meer dan bijvoorbeeld in de wat duurdere wijken. Dus in die wijken concentreert het zich. Mm. Ja, en daarom is het goed dat we op één plek nu starten. Kijken hoe het loopt. Als het goed werkt, doen we het in meer wijken. Vorig jaar kreeg het Haagse Meld- en Steunpunt Woonoverlast meer dan 1200 klachten binnen.